ik ben dus inderdaad als artswerkzaam in de VU, als anesthesioloog. Maar we zorgen voor de narcose, ruggenprik en dat soort ingrepen om goed te zorgen voor de mensen, opdat ze een operatie kunnen ondergaan. Daarnaast zijn we ook lid van het reanimatieteam in het ziekenhuis, waarbij we bij veel acute situaties betrokken zijn. En ik werk tevens als pijnspecialist in de VU. En ben ik waarnemer voor onze professor Zuurmond, mijn gewaardeerde collega die ook als arts werkt in het Hospice Curia in Amsterdam. Dat is een high care hospice in het centrum van de stad zo'n beetje, waar 10 bedden zijn en waar mensen de laatste dagen, weken, maanden van hun leven kunnen verblijven. En ik neem daarvoor hem waar al de afgelopen 5 jaar. En dat is heel bijzonder om daar te mogen werken. Ik zit hier als arts, het perspectief van de arts heb ik gezegd, maar misschien kun je beter zeggen een arts, want ik ben natuurlijk maar een arts. En goed, je zult misschien zeggen van ja, dat is misschien een van de jongste mensen hier in de zaal die dan hier even iets gaat vertellen over hoe we daar als artsen tegenaan kijken en wat hier wel of niet goed is. Dat wil ik zeker niet doen. En misschien roep ik ook alleen maar meer vragen op dan dat ik antwoorden geef. Maar ik wil ook, omdat het deels om vraagstukken gaat met de medische grondslag, ook een medisch perspectief hier bieden, waar we verder over kunnen spreken. En als u daar gerichte vragen ook voor mij heeft, is dat natuurlijk prima. Goed, en wat is het antwoord? Ik heb niet altijd het antwoord. En vaak ga ik op de fiets naar huis en dan zit ik vol met alle mensen die ik de hele dag voorbij heb zien komen. En die ontzettend veel lijden. En dat gaat je aan het hart. En sommige dingen kan ik heel goed verlichten, heb ik een antwoord op. Ik ben ook graag heel praktisch, dat is ook waarom ik de anesthesie zo leuk vond. En daar mijn hart ook ligt, omdat we daar heel erg praktisch bezig zijn. En dus ik werk graag oplossingsgericht, maar voor sommige dingen heb ik geen oplossing. En dat is soms heel moeilijk. Je ziet dat mensen lijden aan lichamelijke ziektes, geestelijke aandoeningen en aan het leven. Maar goed, het zijn wat vragen waar ik op in wil gaan. Van, ja, waarom moet ik als arts dan een beslissing daarover nemen of dat leven waardig is of dat te beëindigen is? Wat is dan werkelijk het onderliggende probleem? En de vraag is, is er een andere oplossing? En wat we hebben gelezen, wat u kunt lezen in het rapport en wat we ook hebben gehoord in de eerste presentaties, is dat bij het vraagstuk van voltooid leven, mensen die graag dood zouden willen, er meestal wel een medische grondslag is. Dus de 4 groepen waar professor Buijsen over sprak, die eerste en tweede groep, is er vaak een medische grondslag. En bij de tweede groep een combinatie met andere factoren, existentiële vragen. Het gaat mij voor een groot deel aan. En ik zie ook die mensen in de praktijk die inderdaad niet meer willen leven. Ik stel me wel de vraag, wat kunnen wij verwachten van de gezondheidszorg in onze tijd? En er zijn hele hoge verwachtingen en dat kom ik ook tegen in de praktijk. Dat men verwacht altijd dat ik als arts alles kan oplossen. En we kunnen ontzettend veel, maar niet altijd alles. En er komt een mevrouw bij mij met een pijnpoli van 80 jaar en heeft heel erg veel pijn in de rug. Ja, dan kijk ik naar die foto van de rug en denk, ja mijn god, die is hartstikke versleten. En ja, soms kun je een pijnblokkade doen als er in gewricht of in zenuw in de knel zit en erg veel pijn geeft. Maar ja, aan die rug kan ik niks meer veranderen. Dat kan ik niet terugdraaien. En dan zijn er toch verwachten mensen toch dat ik hen ook pijnvrij kan maken. Ja, dat is dan een frustratie vooral voor de patiënt, maar ook deels voor mij, dat niet kan. En dan probeer ik soms het grappig te maken van ja, als we een nieuwe rug bij de HEMA konden kopen, dan dat zou eens helpen, maar om een beetje aan te geven waar mijn beperkingen zitten, dat ik dat niet kan terugdraaien. En dat is iets wat dan gaat over lichamelijk lijden, maar ook meer het existentiële lijden. Ja,
dat is iets inderdaad waar we natuurlijk als arts, ja, je behandelt de hele persoon, je behandelt niet het medisch probleem. Ja, dus natuurlijk betrek je dat in je zorg, in de tijd en de aandacht die je aan de mensen geeft. Maar is dat niet iets wat ik altijd kan oplossen? In Nederland is het, zo gegroeid dat de rol van de artsen is in euthanasiewetgeving en de wet toetsing levensbeëindiging. Omdat als u de documentaire van anderhalve week geleden heeft gezien over de euthanasiewet op Two Doc, en dan kunt u zien dat inderdaad de eerste mensen die een euthanasie hebben toegepast, hè, waren artsen die dat deden bij mensen in een omgeving of die hen om hulp vroegen. En daarna met een nieuwe jurisprudentie is gekomen dat het inderdaad te verantwoorden was of dat ze niet vervolgd werden. En uiteindelijk is daarmee de euthanasiewet zo langzamerhand ontwikkeld. Het is begrijpelijk, denk ik, dat het deels aan artsen wordt gevraagd. Want het is inderdaad een medische handeling bij euthanasie. Wat de medicijnen worden gegeven zijn medicijnen die ik iedere dag geef bij narcose. Dus dat is mijn dagelijkse middelen die ik in mijn handen heb. En eigenlijk zie ik het meer als een mislukte narcose, want je geeft dezelfde middelen, maar je gaat niet iemand beademen. En dat is wat we dan natuurlijk op de operatiekamer wel doen. Maar ik voel mij niet geroepen om altijd te beslissen over leven en dood in dit perspectief. Natuurlijk is mijn werk, ik ga het heel vaak wel over leven en dood. Hè, of ik iemand nog kan redden of niet. En hoe kan ik iemand bijstaan in de dood? Hoe kan ik het lijden verlichten? Dat is waar ik me dagelijks mee bezighoud. Maar belangrijk is hier om ook te kijken van wat is de waarde van het leven en hoe kijken we daar tegenaan. En iedereen kan er anders tegenaan kijken, maar ik zie het wel als een geschenk, iets wat we niet kunnen kiezen of we nou geboren worden. En dus ook niet wanneer we die dood kunnen kiezen of we dat kunnen bepalen. Goed, wanneer is dan een leven nog de moeite waard? Wat geeft zin aan het leven? Als ik mensen zie die heel erg lijden, zie je ook hoe mensen daar op een goede manier inderdaad mee om kunnen gaan. En wanneer ze ondanks chronische pijnklachten toch inderdaad zin kunnen geven aan het leven. Ik denk aan een mevrouw die heeft osteogenesis imperfecta. Dat is een botaandoening waar al je botten zowat bij breken als je maar even een beetje stoot. En ze is in de 50, maar ze is een soort dwergje. Dat ze zo klein is dat alle botten steeds breken. Ze helemaal haar ruggenwervels helemaal aan elkaar zijn gezakt. En iedere keer als ik haar bel om over de pijnstilling te praten, dan ben ik bang dat ze weer iets gebroken heeft. En vaak is dat helaas ook zo. Iedere keer probeert ze weer de pijnstillers af te bouwen. En zeg ik van, blijf het maar nemen. Want u heeft weer iets nieuws. U heeft ook wel... u heeft ook echt pijn, hè? Dus u heeft wel recht op die pijnstillers. Maar dat is toch iemand die ergens een zin vindt, hè? Zin geeft aan het leven en altijd heel opgewekt weet te zijn. En dat is moeilijk, maar toch probeer je mensen daar ook in te begeleiden, hoop te geven, een luisterend oor te bieden. En dat niet alleen, hè? Maar zeker ook met verpleegkundigen, met de huisarts, met... en andere behandelaren. Maar zie ook wel veel dat er, inderdaad wat in het rapport wordt genoemd, er een heleboel andere onderliggende factoren zijn. En meer dan alleen maar het lichamelijk en geestelijk lijden. En soms maak ik me zorgen over hoe wij kijken naar autonomie. En wat Elisa al noemde. Dat is niet alleen gekeken naar die mensen die voltooid leven, hun leven voltooid beschouwen en wanneer ze niet een medische klachten hebben, maar algemeen in de maatschappij. Dus ook mensen die behandeling voor kanker bijvoorbeeld ondergaan,
En heel begrijpelijk, hè? Maar ze willen alle behandelingen doorlopen, alles wat, alle behandelingen die mogelijk zijn. En dan de dag dat de oncoloog zegt van ja, nu is er niks meer. Dan de volgende dag worden het palliatieve team in consult gevraagd en die wil de patiënt euthanasie. En ik kan het begrijpen, hè, want er valt een hoop weg, een strohalm weg, hè, iets waar mensen zich aan hebben vastgehouden. Ja, dat ze graag de regie in handen willen houden. Maar dan denk ik, ja, we kunnen niet alles in het leven zo bepalen. En als je je alleen maar vastklampt aan die behandeling, dan ja, heb je denk ik ook de neiging, hoe even is het gevaar om andere perspectieven te verliezen. En dat iets is waar we ja, als maatschappij ook goed naar moeten kijken. Dan ook de acceptatie van de ouderdom, passende zorg, zelfredzaamheid, zingeving. Goed, daar kunnen we zo in het forum misschien nog wel op komen. Wat dan mijn werk is palliatieve zorg. Ja, dus een holistische benadering. Ook in de fase wanneer mensen nog behandeling gericht op de ziekte krijgen. Ja, dus dat is wat we zien, dat mensen als ze een aandoening hebben die uiteindelijk voor hen tot de dood zal leiden, bijvoorbeeld bij kanker, dat het heel belangrijk is om juist ook vroeg de ziekte al met palliatieve zorg en de kwaliteit van leven te verbeteren, maar ook die holistische visie te houden en niet alleen maar op een medische vlak de ziekte te bestrijden. Opdat ook de overgang naar niet meer kunnen genezen beter wordt begeleid. En vaak zien we in het hospice dat mensen daar komen en een euthanasieverklaring hebben. Maar dat die helemaal niets meer ter zake doet. Ik wil niet zeggen dat dat nooit zo is, maar onze ervaring is dat palliatieve zorg de vraag om euthanasie vaak wegneemt. Ik ben ontzettend blij met de palliatieve zorg en we kunnen al ontzettend veel in Nederland. Maar het is ook nog niet optimaal. In de landen soms ook een beetje zo van, in Nederland kan euthanasie, namens de palliatieve zorg misschien achtergebleven of niet goed ontwikkeld. Dat is niet zo, wat ook gebleken is uit het onderzoek wat ik hier onderaan heb gepresenteerd. Maar er zijn ook nog dingen om te verbeteren en daar is ook al volle beweging vanuit de overheid en alle betrokken organisaties in de landen. Maar mijn oproep is een beetje aan u. Ik zit hier als arts en ik kan, ik doe mijn best in mijn werk om het lijden zoveel mogelijk te verlichten en iedereen goed leven te geven. Maar er zijn veel dingen, en zoals wat in het rapport van de adviescommissie wordt gegeven, die niet op mijn terrein liggen. Door wel op mijn terrein als mens, maar niet alleen op mijn beroep als arts. En ik denk dat dat iets is waar we als samenleving mee aan de slag moeten om inderdaad acceptatie van ouderdom, de eenzaamheid, om daar aan te werken.